Nou, een hele goede middag. Leuk dat je kijkt naar een hele nieuwe video. Het is zaterdag 17 juni tijdens Pinkpop. Vandaag in deze nieuwe video komen extra treinen op deze traject tussen Heerlen en Landgraaf. We staan nu bij de spoorwegovergang in Heerlen en ik heb de twee treinen al gefilmd. Het wordt zeker een leuke dag het worden. Kijk liever naar de intro. Dames en heren, veel kijkplezier. Die intro en dit weekend is een Pinkpop. Dus ik ga meteen wachten op de volgende trein als die richting naar het station gaat, Landgraaf. Ik hoor dus belletjes rinkelen, dus ik ga beginnen met filmen. Tot straks! Dat was het centrum van Heerlen en nu gaan we op weg naar de Kissel. En beste kijkers, het is voor vandaag Pinkpop. Dus tot straks bij de Kissel. Komen we bij de Kissel en hier komt zometeen de extra treinen die voorbij ging. Tot straks, als ik alle treinen heb ik gefilmd. Tot straks. Licht.
was bij de Kissel en nu gaan we op weg naar Landgraaf. We komen in Landgraaf bij de brug en zo te zien staat achter me de trein klaar voor de vertrek. Dan zie ik jullie weer straks als die vertrokken is. Tot straks! In Landgraaf en nu gaan we meteen op weg naar huis. Dan zie ik jullie meteen weer straks meteen weer thuis. Tot straks. Dus kijk als, nu ben ik weer thuis. En dit was echt een leuke dag gehad om even lekker extra treinen spotten tijdens het Pinkpop. We beginnen eerst bij het centrum van Heerlen. Dan de Kissel en ook bij de spoorbrug in Landgraaf. Nou, dames en heren, dit was het dan vandaag. Als je het leuk vindt, laat het zeker weten een blauwe duimpje omhoog achter. Druk de abonneerknop, dan kun je abonneren op mijn kanaal. En tik op het belletje, dan krijg je meldings van. En als je eventjes laat weten, laten we eventjes in de reacties, in de beschrijving en de comments, hoe jij bent ook nog extra treinen spotten tijdens het Pinkpop welke dag of welke jaar of verschillende traject waar je naartoe gaat. Maar goed. En voordat ik de video afsluit. Nou, dames en heren. Dit was Pinkpop van 2023. Want vorig jaar, en dat was 2022, heb ik helaas niet meer gevlogd tijdens de Pinkpop. Maar nu, dames en heren, nu heb ik de eerste keer gevlogd tijdens het Pinkpop. Nou, dit was heb ik nu alles om te vertellen. En ik zie je graag bij de volgende video. Nogmaals, bedankt voor het kijken. Tot ziens en tot de volgende video.